De studenten uit Rusland, Spanje, Italië en Hongarije binnen in opdracht van Stedsbosbeheer aan de slag in de Twieseler Mieren. Het gebied moet meend worden en daar helpen de studenten bij. En dat is zwaar werk. We didn't expect that. I mean, it's hard work and we don't do something like that in Spain. It's quite strange, but it's the first day, so we will get used to it. Well, I expected more forests, I guess. So maybe I expected to dig something off. Yeah. De studenten binnen je net al in de kamer voor het werk, ze krijgen echt de kans om de Friese cultuur te proeven. Ze zullen zonder oren te water in en eten met families in Twiesel en omjouwing. Maar het werk jet er wel echt bij. Het is goed voor de leer, het is goed voor de kap om buiten bezig te wijzen. Het ken ik heel therapeutisch werkje. En je verzorgt gewoon dat, ja, dat studenten uit het buitenland wel hartstikke mooi vinden om hier in deze bijzondere omstandigheden te werken. Het werk zorgt er in elk geval voor dat ze een soort met elkaar praten kunnen. Elke dag van Jelf en Jochen en ontreien ben ze de komende 2 weken hier dwaande. I think it's a good option to new cultures and to know new cultures, new people and to live a new experience. Well, this is definitely a new experience. Yeah, it is. Yeah, it is.